kijkers even wel voor het voedingsproject met dak- en thuislozen ook op vrijdag 6 augustus uit. Voeding en drank werd aan hun via Evertwal vergeven op die dag, want het was de 80ste verjaardag van een weldoener. We brengen u een verslag hiervan. Kijkers, we staan stil bij de verrichtingen van een bijzondere Surinamer. De heer Rudy, hij is een energieke, creatieve geest die lef en gezond verstand in de juiste dosis combineert. Rudy is geboren op 11 augustus 1941 te Paramaribo. Hij komt uit een gezin van 10 kinderen. Na in Suriname het lager onderwijs en de lagere technische school doorlopen te hebben, vertrok Rudy op zijn 21ste in 1962 naar Nederland voor studie. In 1963 ging hij van start met de architectenopleiding als interieurarchitect op de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag, waar hij 5 jaar later vol trots afstudeerde als binnenshuisarchitect. Vervolgens, al in 1969, keerde Rudy terug naar Suriname en kwam terecht in de houtsector van een familiebedrijf. Van boksexploitant tot houtzagerij heeft Rudy gewerkt. Gedurende zijn houtperiode heeft hij na om en bij 15 jaar hout geëxporteerd naar Europa. Hiervan is hij top exporteur geweest. In 1991 en wel op zijn 50ste stapte Rudy uit de houtsector en begon als zelfstandige aannemer. Hij heeft circa 30 jaar gewerkt als zelfstandige aannemer en in deze periode heeft hij meer dan 100 huizen mogen bouwen. Rudy is vanaf de oprichting van Eukon NV in 2005 de mede-directeur geweest. Op 23 november 2012 werd Rudy geridderd, grootmeester van de Ereorde van de Palm door de president van de Republiek Suriname. Op 80-jarige leeftijd heeft Rudy een succesvolle carrière achter de rug waarop hij heel trots is vandaag. Vandaag de dag komt hij nog voor zijn plezier bij Eukon NV en staat hij ook altijd klaar om zijn kennis te delen. Rudy mag met de wil van de Almachtige op 11 augustus zijn 80ste herdenken. En in dat kader heeft Rudy aan 1 voor 12 de opdracht gegeven aan de vooravond van zijn 80ste verjaardag de thuis- en daklozen namens hem te trakteren.